Goedendag. Na een best wel regenachtige ochtend begint het inmiddels in het zuiden van het land op te klaren. We krijgen al de eerste foto's binnen met wat blauwe luchten. Maar vanmiddag zullen er ook weer een paar buien ontstaan. En ja, paasweekend staat ook voor de deur. En we vragen ons toch ook echt wel af of we dit soort temperaturen die we hier op de thermometer zien ook overal gaan zien. Dat kan vast verklappen, er zullen hele grote verschillen zijn. We gaan eerst naar de computeranimatie. Dan zien we nog een band met wat buien geregen over het noorden van het land liggen. Dat trekt weg en er komen er opklaringen in. Maar in die opklaring zullen ook een paar buien ontstaan. En morgen volgt alweer een volgend systeem met regen, vooral in de ochtend. In de middag dan weer zon. En ja, het blijft dus zo een beetje een komen en gaan van storingen. En die zaterdag is echt wel een hele interessante dag. We zien een scherpe scheidingslijn met buien over het land heen trekken. Ten oosten daarvan zit hele warme lucht. In Duitsland zou het zelfs 24 graden kunnen worden... Maar in die regen en net ten westen van de regen zit echt wel duidelijk koudere lucht. Blijft de temperatuur misschien wel onder de 10 graden steken? Dus ja, best wel grote verschillen waarschijnlijk op zaterdag. Maar eerst gaan we dus nog naar vanmiddag. Vanmiddag trekt dus die regen weg naar het noorden. En dan komt de zon er steeds beter bij. Maar omdat de zon ook gaat schijnen, zullen er een paar stapelwolken ontstaan. En ja, dan kan er dus ook een enkele bui voorkomen met ook wat onweer. En de temperatuur ja, die blijft een beetje achter met 11 of 12 graden. En daarbij staat een meest stevige wind uit zuidwestelijke tot zuidelijke richting. En Zeker later op de dag kan aan de kust windkracht 6 worden bereikt. Vanavond is het dan eerst lange tijd weer droog, maar in de nacht raakt het dan weer bewolkt op nadering van het volgende systeem. En ja, dan gaat het dus voorzichtig aan weer regenen. En die regen trekt morgenochtend over het land heen trekt snel weg richting Duitsland en Denemarken. Komt de zon er dus weer opnieuw bij, zeker in het westen van het land. Maar er kan er ook weer een enkele bui ontstaan. Het wordt wel een stukje zachter dan vandaag. 12 tot zelfs 15 graden in Limburg. Maar ja, die wind die blijft dus wel redelijk doorstaan. En dan die zaterdag, dat is echt wel een hele interessante dag. We zien in het westen van het land veel bewolking... en temperaturen die nauwelijks de 10 graden gaan aantikken. Het kan zelfs een beetje waterkoud zijn... Maar ga je naar het oosten van het land, ja, dan gaat de zon waarschijnlijk een aantal uur schijnen. En dan wordt het in die warme lucht 18 of lokaal zelfs 19 graden. En ja, daartussenin waarschijnlijk een heel scherp scheidingsvlak. Het is nog even de vraag waar ja, dat vlak precies komt te liggen. Overigens is het wel zo dat in de loop van de dag een paar stevige buien met wat onweer over het oosten gaan trekken. Maar zondag belooft echt wel een stuk beter te worden. De eerste paasdag wordt echt wel een mooie dag met veel ruimte voor de zon. Pas later op de dag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen in de avond. Maar dat was voor de avond en de temperatuur loopt op naar 13 tot 16, lokaal misschien zelfs 17 graden. Maar ja, de maandag, tweede paasdag, ja, daar moet ik misschien maar misschien niet over beginnen. Veel regen en bewolking en temperaturen rond de 13 graden. Gaan we na de paasdagen kijken. Ja, dan zien we in eerste instantie nog een klein temperatuurdipje: temperaturen onder de 15 graden. Maar misschien dat we volgende week toch wel iets hogere temperaturen krijgen. Blijft daarbij overigens wel wisselvallig weer. Ik wens u een fijne dag.